dit, maar de meisjes, ja. Al de boeren hier, tot klapt ze maar Vlaams. Ja. Maar nu, de meisjes zijn al dood. Ja. En de jongens, ze klappen toch nog mee. Hè. Het is, Dus voor de toekomst, is hoe zeg je, de Vlaamse school, het is de oplossing voor de toekomst, voor de kinderen. Ja, het is fantastisch. Het is goed dat ze daar een beetje voorts gaan doen ervan. Ja. Het is dezelfde familie, het Vlaams, het Nederlands. Het is dezelfde familie. Ja, het is een schone symbool. Maar met geen een kijklappen, zo scheef hem niet. Hè. Het is waarlijk. En we gaan het wel, hier kun je recht het overstaan. Hè. Dat of veel, hè. Wat wil je zeggen, Jean-Marie, als je gaat naar Belgique, naar België? Ja, naar Belgique, naar Poperingen. Of naar Poperingen. En ze niet te zeer klappen. Ja. Verstand ik al. Wie er kan goed klappen met elkaar in Frans, hè. Wel. Omdat ik ook mijn dialect trekt goed op jouw dialect. Ja, wat je pandeert, hoe meer je dieper gaat in de Belgique... 10 kilometer, misschien. Ja, dan... Het is hetzelfde dialect tot 10 kilometer. Oh, een liedje meer misschien. Dat was hem klein worden. De batteuse kwam hem goed. Om de schijven. De houtgrond, de terven was even dan met de bakmachine. Het was er dan in stukken. En toen was het dan op grote schijven. Tot schijven is het dan. Oh, schijven. En toen de batteuse kwam, is het dan de batteuse tussen de schijven. Mijn jetbeurs, en toen stond de front als dan op het einde, front. En de strooi ging op een aarde machine, op een aarde. Het waren grote ballons van 40, 50 kilo. En dat strooi was er dan, het was dan met ijzerdraad. Het was even meisje, die was aan de machine, ze staken. Weet ik niet hoe ze dat zijn, hè? Om te scheren. Om te scheren de ballons. En ze staak draad om de machine te spannen. Hè? Om te spannen. Ja. En toen, in winter, de beesten, we grapen een ballon op het nek en we deden het koestel. En we deden de drom los, deze draad. En we deden ze op een hoop. En toen het slecht weer was, we kropen om zolder. En om zolder meteen draad trekken. Het was een grote machine van een meter op drie lang. Het was een bek. Het was een bek. En op de aantank, het was een aksje. We deden de machine. En we trokken op de machine om draad te trekken. Om te uitlaan. Het was weer gebruikt om de kinderen hoor. Voor het ballon te maken. Het kwam er als met zich heen. Het was het loop erin, dat ook als broek. Ja, niet dat ze de draad meer hergebruikten voor... Ah, ze denken dat is zo. Het was dat zo, om te sparen, hè. Ja. Nu, Frans, is hij ook een boerenzoon, hè? Ik ben ook een boerenzoon. Ja, maar wij. Maar kan dat? Dus hij kent datgene dat Jean-Marie vertelt? Maar van hem... Ja, maar je hebt hier nog wel tot van. Ja, ik heb dat, maar ik heb nooit geen schaven met weten. Dus, maar wel, ik heb wel nog weten de pakmachine... De pakmachine. Ja, pakmachine. Dat er tussen de pak was met de pakmachine. Ja, en dat de desmachine toe kwam. En die ballons met ijzerdraad. Ja. En dat was het eerst de dascherie. Ja. Dat is de dascherie. En toen was de presse. Ja. Die met grote police. Ja. Grote riemen. Ja. En tracteurs toe. Ja. Op een meter of 10 vaart. Ja. Met grote... Ja, je doet een auto ervan. Maar ik was ook kleiner. Ja. Ik was maar kind van een hele bende volk. We waren blij dat de batteuse kwam. Ik ga zeggen waarom. Ik kwam stief vroeg, hè. Ze waren hem koer, hè. Paske het was een groot tracteur en ze moesten chaufferen. Ja. Die show was al uit. Ja, van de hand. Een uur lang, hè. Paske ze deden dat toen met een volant. Ze moesten opletten, hè. Paske ze gingen een arm afgesleten. Ja, ja.
Nu Jean-Marie en Frans, er zitten twee boeren, er kunnen vele klappen over de boerenstil. Hè? Ja, die pet, wat er uit de grond of in de water? Ah, nee, het is water van de grond. Nee. Het water die komt toch wel van de lucht, hè, van de stek. Het is één water die erin komt. Een buzzerkje erin. En dat die pet dan tof misschien is? Hier op top, op de ronde van mijn zeggen, maar je weet het, hè. Dat is zoals van... Je nog is hunter, tof. Nee. Ah, ja. Ja, maar je mag je peut aller. Il y a personne pour le moment. Comme ça, tu fais voir le machin. Het oudste... L'habitation. C'est le temps. Het oudste huis van een dochter. Op de ronde van mijn zeggen, het is zo... Ze zijn op 5 minuten, mijn pa, 5 minuten dan. Op de route van Wenneseel, je hebt mijn hoofd zien, je hebt pet zien. Dan, ja. Het, is, maar het huis dateert uit de 17e eeuw. Het is 600 water erin. Ja. Maar het niveau is de rijkste van zo'n, een meter zo'n. Het is een meter. Parce que het is een gebeurde en het ook een zere maakt. Grote zere. En de vraag en moest komen om water te halen in een pet. Een machine in de tank. En dan, als ze grippen, vier dus kannen op een kees. Bent u dat zo'n liedje? Kan. Ja, vier dus kannen. Kan. Hoeveel liter is dat een kan? Vier dus. Een kan? Liters. Liters. Is dat liter? Ja. Ieder zegt tegen een liter, een kan. Een kan? Ja. Kan. Ja. En vier, op zijn markt, en heeft al vier machines van dus kan. Vier dingen en dan vulde het op. En het had dat pompje in het mijn pet. En dan vulde het op. Maar ik moet ook gaan halen. Hij moet ook gaan halen. En dan, hier is erbij. Ja, ook. Dat kan je meteen maar protégeren. Zit het 6 ans. Enfin, maintenant, j'ai déjà enlevé mijn pommes de terre. J'ai déjà enlevé mes oignons, mes échalotes. Ici, c'est sec, hein? C'est droog, ja. Hein? Dus Frans, je moet ook uit Worsten water halen. Je moet ook water halen, ook. Ja. Nou, mijn. Ja. Ik mijn hoofd en dan niet veel water nodig. Een pet is erbij. Dan dat. Het heet. Ja. Ik ken daar juist in Zwartberg geweest op restaurant. Ik ken daar bier gedronken, bier. Ja. En dat noemde Anosteke. Ja. Ken je dat? Ja, ja. Ja, een oudste keer zei la prochaine fois. Ja, prochaine fois, ja. Ja. En het was goed bier. Ja, dat was goed bier, ja. Ja. Niet tevreden. Nee, het was, nee want ik ga dat misschien vragen aan Filip. Hè. Ja. Dat bier is stief beroemd. Beroemd, hè, Filip? Ja, het is het beste bier van de wereld. Voor de tweede keer. In 2021, en nu opnieuw, dit jaar, in 2022... Het is het beste bier van de wereld volgens een jury uit Amerika, denk ik. Het is niet meer het bier West-Vlaanderen. Ze zijn eerste te komen. Ja, maar nu het is het bier van Merville. Merville. Blaringhem, maar nu gebrouwd. Ze hebben een nieuwe brouwerij in Merville. En la brasserie du pays flamand. À Merville, maar het is een nieuwe brouwerij. Alors, ze spreken geen Vlaams in Blaringhem of in Merville, maar ze hebben voor een Vlaamse naam gekozen. Het was een goede keuze voor de marketing, omdat iedereen kent nog de woorden aan ons te kijken. Ook de mensen die geen Vlaams meer klappen, ze weten... De betekenis van Anosteke, à la prochaine. Ja, maar oui. Ze weten potje vlees of Anosteke. Ja, maar oui. Mijn kennissen die wonen in de Noordpijn. Jean-Marieno. Jean-Marieno. En zijn zoon, die hem nu installeerde over de eerste jaar, houdt pijn en nectaren dan allemaal. Ah, inderdaad, in een circuit. Een circuit? Een cirkel. Ja, dat is zijn zoon van Jean-Marie. Oui, een familie uit Noordpijn. De naam. Nou, maar ik kan ook nog wel Vlaamsjes. Dat doet me een keer gewoon. En dan zo. Ja? Naar iemand voor Mark. Ja. Naar iemand die Vlaams klapt. Ja. Nu, Jean-Marie, je klapt hier nu met Philippe. Hè? Ja. Dat is de zoon van je broer. Ja. Versta je Philippe goed aan een Vlaams, aan het Nederlands klapt? Versta je hem goed? Niet al, hè? Niet al. Een beetje door de. Maar je kunt toch een conversatie voeren? Ja, zonder probleem. Ja. 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 Jean-Marie spreekt duidelijk, hè? Ja. Voor iemand die Vlaams spreekt. Jean-Marie, de goede stem.
een klare stem. Versta je Jean-Marie goed, Philippe? Maar bijvoorbeeld de video, de video uit 6 jaar geleden, dat is de meest bekeken video van je YouTube kanaal. Ja, die is al duizenden keren bekeken geweest. Ja. Nog veel bekeken geweest. Ja. Die eerste video dat ik maakte met jou, Jean-Marie. Ja. Hoe lang is dat geleden? 6 jaar geleden? Ja. En 6 jaar? 6 jaar. Uitkast, dit vleert. En dat, is, dat was een van mijn eerste video's die stief bekeken. Het is stief bekeken. Ja, ja, ja. Ja, ja. Zijn er over een klap met mij op de radio over dat filmpje met jou. Over die video met jou. Omdat ze worden verwonderd dat er nog mensen in Frankrijk waren die zo goed Vlaams klappen. Ja, maar weet dat zeker. Voilà. Ja. Zijn ze behunden, de meisjes? Ze behunden, dat is allemaal... Ah, ja, ze behunden. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Ik in Zenda heb een grote plaats om mijn glas te drinken op het wat, maar dat klapt niet meer met een Vlaams. Hè. Ja. Het is hier dan. Het is, Hier nog cafés hier in Arzele? Ah ja, met 2 erbijen op het moment. Ja. 2. Ja. 2 op de plaats. Misschien binnenkort een café de zorg. Ja. Hier de prachtige kopje. Dat, ja. Maar het gaat weer open gaan. Ja, wat gaat er dan mee gebeuren? Want die mensen doen dat, hè? Ja, dat is zo. Ja, ja, we kunnen kort. We was toen zender, toen confinement. En we om dus te distraheren. We gingen binnen zenderdag. We deden de PC open en we deden ze neer. Want die moesten nou eens binnen gaan. Hè. Dat is, en met een apathiek houden. No? In een café de zorgen? Café de zorgen, ja, de hele zender. Ja. Maar het was overal toe. Hij deed de patiënten naar beneden. Ja, we deden de patiënten beneden, maar toch misschien zijn we geweest, want de gendarmes zijn er nooit niet te zijn. We deden niet het kwaad. Maar dat is al in het café de zorgen, Jean-Marie, dat is eigenlijk... Dat is een symbool, hè? Dat is, dat is een soort... Dat is een museum, hè? Ja, die nervels, hè? Die orgels. Je kent het verhaal van de orgels? Het zijn 3 ervels, hè? Ja, 3, ja. Drie, ja, ik ben er ook op binnen geweest. Ja, maar ja, nog binnen geweest. Ja, ja, het is de papa van Bernard. Hoe heb je dat gedaan, hè? De familie hem loopt. Na de oorlog, ik zoek zijn naam, de voornaam van de papa van Bernard. Albert. Claire. Albert en Claire. En Claire. En Claire hem loopt. Ja, mooi, Claire hem loopt. Het was de, comment, de opzetel van, van de RPR. De politieke partij van Jacques Chirac. Stief politiek, maar Bernard ook, hè? Ja. En nadat ze onze cotisage betaald hebben, komt op Erik gezien. Ze betaalden ze cotisage, ja. Dan kan door de honden, het was een heel machine. Omdat Albert was met de drapeaus. Ja. Oui. Maar het is omdat Albert resistant was tijdens de oorlog. Hij werd, hoe zeg je, deporté. Oui, ja. Na de oorlog, hij trouwde met Claire. Hij heeft, het was het café van de familie van Claire. Ja, van de Claire's kant. Hè. Oui. En de orgels, voor de oorlog, ze gingen naar de verschillende dorpjes met een chapiteau, met de orgels. Ja, maar ze deden de kermis. Mooi. Ze deden... Met orgels. Nee, niet meer orgels. Met carousels. Tot kermessen, ze draaien een chapiteau, tot aan een orkest, tot een batteur, tot aan een accordeon. Niet met de orgels die men vindt nu in de zaal, het is iets anders. Dat was de familie Amloot. Familie Amloot. Ze wonen van de kant van Oeschwot. En de orgels werden gemaakt in Antwerpen. Ja. Orgue Mortier. Orgue Mortier. Dus 2 gigantische orgels en een derde art déco in de festzaal van privé. Er was geen festzaal in Antwerpen tot 20 jaar geleden. Omdat het was een privézaal. De gemeente wilde niet de zaal van de familie Amloot concurreren. Ja. En ik heb die... Hier in Arzele bedoel je, niet in Noordwijn. Ja, maar hier Bernard is jong gebleven. Niet getrouwd, dan is jong gebleven. En daarom zijn er geen jongens die het kunnen voorstellen. Er zijn geen jongens die voorstellen kunnen doen. Stopt. En dat was een cousin, een arme dier zijn ze. Het is ziek, het al een beetje... Het is wat met een keer twee jaar gezien passeren. Ja, ja, dus ja. Het gebeurt en je ziet het open is. Ja, oké. Okay. Enfin, om open te doen, om te verluchten een beetje. Ja, 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 ja. Wat ik het zo laat doen, voilà. Het zijn grote...
Grote plekken dan, om te dansen en al. Heb je daar nog gaan dansen, Jean-Marie? Ja. Met je vrouwen? Ja, ze zijn ook nog meegekomen. Ze zijn ook nog geweest. Zo. Allee, mijn vader ook. Het is ziek in mijn leer dansen met kleren. Oui, mijn vader heeft geleerd met kleren. En ik zou een jaar of 15 of 16 rood, maar hier naar mijn laatste ding. En ben ging, het was een klein toosje. Zo. Een klein comptoir. Zo. Ja, toosje. Ja, maar. Op Nook. Ik ben ging rechter. Hij kuste maar zin met twee, drie bij machine. Daar. En Zanton en Nervo op daar einde. Ja. Op daar einde. Het was wel een grote. De weder van hier, een uurtje meer misschien, een meter of vier. En ze zijn tot de eerste tafels rechts ging, Nervel ging, en zie je hem leren dansen, kleren dan. Ja, maar ze kusten draaien en doen. Kleren, wie wil kleren? De mama van Bernard. Nee, de moeder. De moeder. De stichter van het Café des Alpes. Maar toen is dat vergroeiend. Ze zijn toen vergroeid, hè. Vergroeid. Ze zijn toen vergroeid, ze zijn toen een toog gesupprimeerd. Hij ben ging. Een groot toog gemaakt toen, een plekken. Het zijn toen nog, de eerste jaren daarna, een grote plekken dan voor de heuvels toen, drie heuvels toen. Een grote plek of wie? Ja, wat voor grote is dat? Ja, die, 300 met kruis. Ja. Misschien wel. Ja. Tot straks, hè. Ja. Ja, had niet juist te zeggen, ik had nooit mee. Ik heb er ook nog. Ja, je ook nog geweest? Jawel, hè. En zondag, dat kwam veel muziek in ons. Dat is ook een zondag achternoem, want hier een keer een wandeling gedaan hier. Ja, wel, hè. In deze côté. En we hadden een stopje gedaan, en we hadden dat ook. Ja. En iedereen was verrast, nooit. En het was redelijk wat volk voor te dansen nog. En dan het was geestig. Ja, het was geestig. Het was speciaals, ja. Jean-Marie, het is goed dat dat bewaard blijft. Ja, dat is goed dat dat niet wegblijft. Het is een patrimoine. Hè. Dus, maar ja, maar ook voor de economie, hè, dat het was een goede zaak. Ze zijn nu. Dat is hier aan nu afstegen. Ja, hoor. Dat de bouw nu is van dit, van de Spanjols. Ja. Van de Spanjols. Ja. En het begin, die Parijs was juist een kelder. Ja. Toen zijn hier twee kelders van 7 meter lang, twee die voet uit. Het is een groen petre, wat er water is. Ja. En hij had een kelder. En neder had van de trappen, die is dan een machine, die is op ijzen. Het is al een statuut geweest, like je zo zei. Ze hadden like de messen dan over dit. Mooi. Dat was zo in tijd. Jean-Marie, hij hier gewend in die Oostzee? Ja. Ja, je ouders wensen hier? Ja, mijn ouders wensen hier. Ja. Mijn ouders zijn hier, doe het ook ja. Hier. Ja. Ja, maar ik ga al daar kan. Ja. Hier tot hier de trap. Ja. En de meisjes gingen nou hier boven met graan. Het graan was alles verkeerd om een trap. Op een zolder. Ja. Een zolder. Ja. Het is 16 met carré's. Ja. De plancher en de zakken waren alle dan. Ja. En hier. Hier, het was hier pijstal, toen twee pijnen, mijn ouders twee pijnen. Het was nog steeds van twee pijnen? Van twee pijnen. Ja. Twee pijnen. En hier, het was zo, ik weet het niet open is. Hier het was hier de melle. Het kraan. Ze gewoon te draaien, dat is hier een machine, een kuppel liggen. Ja. Het liep. Een trachter. Een trachter. Ja. Ze kunnen nog 100 kilo doen en meer zeven. En die trap. En mel was hier om te malen. Heb je dat nog geweten, die mel? Ah, ja, dat. Oh, maar dat was met een machine, met een motor toen? Met een motor, dat is een machine, dat is lauw. Zo'n machine dat. Maar ja. Het kostte twee malen, of vroeger, like je wilde. Ja. En hier zat toen. Het was hier afgetrekt. Het was de eerste zwemmers, was met de eerste kovers. Ja. Hier was van Koestal. Dat was Koestal, ja. Koestal. Ja. Koestal, daar waren de beesten worden, maar nu dat is al. Ja. Geen dat hij de dependance heeft meegegeven met dus. Ja. Voor naar de dingen te doen en al. Voilà, Jean-Marie, je zit hier te bedanken dat ik hier weer kan mogen komen. Ja, achter 6 jaar alleen, te lang alleen. Ik ben 6 jaar met mij nu.
De oudste keer. Maar kijk, dat is te vaak. Kijk, dat ik eens. Dat is te vaak. Dat zou groot zijn. Dat is te vaak, maar ja. Het tepadeert al hem dan als zee, hè. Ja. He? Vandaar mijn zin dan. En man, je weet niet hoe je het wat krijgt. Zie ik je, madame, zie ik een nummer hebben. Je vrouw en nummer zo. Nummer hebben. Ja. Het was ons, ze hadden overal zeer. Ja. Ja, ze kunnen uit de mijn ze nu een relatoir om door te... Een chariotje. Een chariotje. Een chariotje. Voilà. Om door te deplaceren. Ja, ja, nee. Voilà, Jean-Marie. Tot de laatste keer, bedankt. Ja, merci. Ja, je zou bedankt om mee te ontvangen. Ja, ja. Salut.